جرمي وسط هزار يعني بس مو عراق يقدر قشنا من مر لو أنا لما طاري أو من ما لازم نما العراق يعني إيش أو مناكن. Sahir en Mushtaq zagen hun toekomst 3 maanden geleden dus nog met angst tegemoet. Maar hoe anders is dat vandaag? Wat ik vaak zie bij cliënten als ze een positieve beslissing krijgen, dat ze een beetje beduust zijn. En dat waren zij ook. Maar ze hebben me van harte bedankt en ik begreep eigenlijk pas vandaag dat ze heel erg blij waren. Begrijpelijk ook natuurlijk. De twee werden in het proces ook bijgestaan door een speciale organisatie die asielzoekers onder andere helpt in de rechtbank. Voor hun was dit ook een overwinning. Ja, voor hen is het denk ik het meest bijzondere moment in je leven. Dat je eindelijk een nieuwe start kan beginnen in een land die je ziet als homoseksueel koppel. En een koppel wat ook echt bescherming nodig heeft. Dus geweldig, ja. Het schrijnende verhaal werd veel besproken door de pers. Advocaat Hagenaars weet zeker dat die aandacht een beslissende rol speelde bij de IND. Na die publiciteit ben ik gebeld op maandagochtend door een ambtenaar van de IND. Dat had ik nog nooit meegemaakt. De ambtenaar zegt tegen mij, nou, er is zoveel publiciteit, we moeten toch nog maar eens opnieuw naar die zaak gaan kijken. En adviseer die jongen maar om opnieuw een asielaanvraag in te dienen. Dan gaan we dat samen behandelen met de asielaanvraag van zijn gestelde partner. En dan wordt het in onderlinge samenhang beoordeeld. En toen wist u eigenlijk al... Toen wist ik wel dat het wel goed zou komen.